Correct Computers op de Ceintuurbaan in Rotterdam heeft een prachtcollectie en altijd schitterende aanbiedingen. Zoals nu de Toshiba Portage 7220 Portable Computer met 128 MB werkgeheugen, 12 GB harddisk en dockingstation met DVD-speler en netwerkkoppeling. Correct prijs €999 ex-BTW. Kom langs bij Correct Computers op de Ceintuurbaan in Rotterdam. De wereldzaak voor de zakenwereld. Welke Renault past bij u? De eigenzinnige Twingo, de sportieve Clio, de praktische Kangoo, de veelzijdige Megane, de multifunctionele Scenic, de ruime Espace, de veilige Laguna, de luxe Velsatis of de vooruitstrevende Renault Avantime? Kom naar Renault dealer in Lumey voor een enerverende proefrit in het model dat u aanspreekt. Graag tot ziens! Have you heard about this videotape that kills you when you watch it? You start to play it, and it's like somebody's nightmare. You see the way. In een wereld waar iedereen op zoek is naar liefde, maar niemand die liefde lijkt te vinden, neemt één vrouw een dapper besluit. Voor mij geen mannen meer. Nooit. Voor uw kostuums en heren casual kleding gaat u naar Smit Mode aan de Voorstraat 308. Toonaangevend op het gebied van heren kostuums in de regio. Alle denkbare maten in een prachtig aanbod. Smit Mode. Kijk op kleding. Dag dames en heren, het is vandaag woensdag 13 augustus en u kijkt naar het nieuws van RTV Dordrecht. Met vandaag aandacht voor bouwleges in Zwijndrecht erg hoog en FC Dordrecht onderuit tegen de Treffers. Uit een onderzoek van de vereniging Eigen Huis onder 20 gemeenten is gebleken dat de inwoners van Zwijndrecht verreweg het meest betalen voor het aanvragen van een bouwvergunning. Uit het onderzoek komt naar voren dat er grote verschillen bestaan tussen de bedragen die inwoners betalen voor het aanvragen van bouwvergunningen voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel. De vereniging Eigen Huis, die opkomt voor de belangen van huiseigenaren, vergelijkt in het onderzoek drie soorten aanvragen. Voor het bouwen van een dakkapel tot €10.000, voor het verbouwen van huiskamer of keuken en voor het nieuwbouwen van een woning. De resultaten uit het onderzoek noemt de vereniging schokkend. Nou, de resultaten zijn onthutsend. Er zijn enorme verschillen in bouwleges die je moet betalen. Soms wel het vijfvoudige. Dat betekent dat je in de ene gemeente soms wel 5 keer zoveel moet betalen als in een andere gemeente. Ja, en dat is onbegrijpelijk. Het komt door de verschillende berekeningsmethodieken die de gemeentes zelf hanteren. En er komen zulke verschillende bedragen uit dat je als burger van Nederland echt aan de willekeur van de gemeente met overgeleverd. En juist in Zwijndrecht betalen inwoners maar liefst 5 keer meer dan in Amsterdam-Zeeburg voor het aanvragen van een bouwvergunning voor een dakkapel of aanbouw. Volgens wethouder Dost, die voor de gelegenheid wethouder Albert AB vervangt, is het bedrag van €398 onontkomelijk. Als wij leges gaan berekenen, is dat op basis van het verhaal wat ik zojuist gehouden heb. Ik bedoel, die kosten die worden gemaakt. Hè. Je hebt het dan over administratieve kosten. Je hebt het over kosten van de controles, de buitencontroles die moeten plaatsvinden. Je hebt het ook over het toetsen van de aanvraag. Nou, met andere woorden, daar zijn uren voor nodig, manuren, en die worden toegeschreven. En ja, dan heb je te maken met deze kosten en die moeten op een of andere manier wel betaald worden. De vereniging Eigen Huis heeft inmiddels een brief aan minister Remkes van Volkshuisvesting geschreven. Hierin vraagt zij om de bouwleges in heel Nederland gelijk te trekken. Ook de inwoners van Zwijndrecht zien de oplossing om de tarieven gelijk te trekken als de meest eerlijke oplossing. Het is niet helemaal eerlijk natuurlijk, want je leeft allemaal op een stukje grond. Dus goed, van het gemeente, ja, dat verschilt gewoon. Iedereen wil in Amsterdam of iedereen wil hier wonen. Ja, onterecht. Maar als het zo is, is het onterecht, lijkt mij. Zou er iets aan gedaan moeten worden dan? Ja,
Maar dat heb je wel met meer gemeentes, hè? Met bepaalde belastingen die hoger zijn in de ene gemeente dan in de andere gemeente. Ik vind dat zouden ze landelijk moeten trekken. Ja, nou, lijkt me onzin om als bij Amsterdam te rijden gaan. Lijkt mij. Maar ja, de gemeente, dat verschilt toch denk ik per gemeente. Kijk maar naar andere belastingen. Goed, wat gaan we eraan doen? Verhuizen naar Amsterdam? Nee, dat niet. Blijf hier wonen. Dat wel. Ben je er echt in? Ik vind het een leuke stad Amsterdam, maar ik zou er niet willen wonen. Als het aan de gemeente Zwijndrecht ligt, zullen de kosten van de bouwleges niet omlaag gaan. Sterker nog, volgens de wethouder kunnen de kosten zelfs nog oplopen. Wij in Zwijndrecht hebben besloten dat we juist nog een tandje erbij willen zetten. Met andere woorden, ik overzie niet direct wat voor financiële consequenties dat zal hebben. Dus om nu op voorhand al te zeggen van wij vinden maar dus dat we onze legersbedragen naar beneden moeten bijstellen, dat vind ik een heel gevaarlijke voorlopig. De vereniging Eigen Huis hoopt zo snel mogelijk antwoord te krijgen op haar vraag aan de minister. Of de bouw van een dakkapel in Zwijndrecht daarmee goedkoper wordt, is nog de vraag. Wie overigens in Dordrecht een dakkapel wil laten plaatsen, moet €160 betalen voor de aanvraag. FC Dordrecht ligt er in de eerste ronde van het Amstel Cup toernooi al uit. De club van trainer Jos van Eck verloor gisteravond met 2-1 in Groesbeek van de plaatselijke zondaghoofdklasse. Michael van der Heijden, de nieuwste aanwinst van de club aan de Kromme Dijk, was wel aanwezig bij de wedstrijd, maar kwam nog niet aan spelen toe. Al na enkele minuten zag het er voor de profs uit Dordrecht niet goed uit. Mohamed Benzadik kreeg direct rood voor zijn actie op een doorgebroken speler. De treffers wisten echter niet te profiteren van de man-meersituatie. Een aantal minuten later kon de ploeg uit Dordt toch nog op voorsprong komen. Dennis van der Penne zorgde er met een vrije trap dat door de muur van richting werd veranderd en achter de keeper van de treffers belandde voor dat de Dordtse formatie op voorsprong kwam. We krijgen al na 3 minuten een rode kaart. Ik vond het breekpunt van de wedstrijd. Ja, op dat moment verlies je inderdaad de wedstrijd. Je wordt gedwongen om afwachtend te spelen. Omdat je toch elke keer mannetje tekort komt. Desalniettemin kom je toch op 1-0 voorsprong en heb je het aardig onder controle. Geef je eigenlijk geen kans weg. Maar nog voor rust wist de ploeg uit Groesbeek op 1-1 te komen. Het tweede doelpunt van de treffers en nog een rode kaart voor de Dordtse formatie zorgde ervoor dat FC Dordrecht niet meer terug kon komen. Het is gewoon heel slecht verdedigd. Een lopende man uit het middenveld. En Ivo ziet die paas komen, plaatst hij gewoon blijft lopen, gaat hij naar de bal kijken en stilstaan. Ja, en dan word je geslacht. En dat was gisteren op de training en nu gebeurt het weer. Ik denk dat ze nu toch eens een keertje ervan moeten gaan leren. Tijdens de wedstrijd was ook de nieuwste aanwinst van FC Dordrecht aanwezig. Michael van der Heijden, afkomstig van RKC, kon nog niet direct ingezet worden. Maandagavond kwam zijn overgang pas rond. Wanneer waren de eerste contacten? Gisteren eigenlijk. Toen hoorde ik dat er interesse was van Dordrecht 90. En ik had er ook belangstelling naar, want ik wil graag spelen. Want bij RKC zat ik alleen maar op de bank. Door het verlies eindigt het bekertoernooi voor de Dordtse schapenkoppen al vroeg dit jaar. Trainer Jos van Eck kan zich nu totaal op de competitie gaan richten. Die begint aanstaande vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Eindhoven. De jongens, kijk, die zitten er ook doorheen natuurlijk. Die hebben 90 minuten met z'n 10 en met z'n 9 het vuur uit de sloffen gelopen. Dus dat kost toch wat tijd om en dat mentaal en fysiek weer op orde te brengen. Dus je hebt nog een hoop werk? De komende dagen hebben we heel veel werk. En FC Dordrecht blijft deze week in het nieuws, want aanstaande vrijdag zal bekend worden wie de nieuwe voorzitter wordt van de club. Straks aandacht voor het Arrow Big Rivers Rhythm and Blues Festival, maar nu eerst kort ander nieuws. Een 74-jarige man uit Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond overleden na een val in het water. De man lag met een boot aangemeerd aan de Nieuwe Haven. Hij maakte onderdeel uit van een groep van 6 personen. Hij wilde de toegangspoort van de afgesloten steiger openen toen hij door nog onbekende oorzaak te water raakte. Een duiker van de brandweer heeft de man uiteindelijk uit het water gehaald. Het slachtoffer had toen al zo'n 10 minuten in het water gelegen. Ambulancepersoneel probeerde de Nieuwekerker nog te reanimeren. De man werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. 3 grote iepen aan het Begijnhof zijn vanmorgen in alle vroegte gekapt. De bomen kampten met de iepenziekte. De ziekte is afgelopen maandag geconstateerd en om verdere verspreiding te voorkomen is besloten de iep op een zo kort mogelijke termijn te kappen. De iepenziekte die vorig jaar ook al van zich deed spreken is dit jaar minder heftig. Toch zijn er tot nu toe al zo'n 84 bomen gekapt.
Medewerkers van de dienst Stadswerken verwachten dat de ziekte in zijn algemeenheid afneemt, zolang de bomen in een vroeg stadium worden gekapt. Hierdoor krijgt de ziekte geen kans zich te verspreiden. De politie heeft tot nu toe 11 tips binnengekregen naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht van afgelopen maandag. Hierin werd aandacht besteed aan de overval op Hotel Ara in Zwijndrecht. De overval vond in de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 juni plaats. Rond 2 uur die nacht drongen 2 mannen het hotel binnen en maakten de nachtreceptionist onder bedreiging van een vuurwapen geld afhandig. Het gaat om 2 blanke mannen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar. Een van de daders heeft een iets gezet postuur en halflang zwart krullend haar. De ander is ongeveer 1,85 meter lang en heeft kort blond gedekt haar, een mager postuur en een pokdalig gezicht. Beide waren donker gekleed. De politie is nog op zoek naar getuigen. Deze kunnen contact opnemen met het algemene politienummer 0900 8844. Ambulances uit de regio Dordrecht hebben de afgelopen weken tientallen ritten uitgevoerd in andere regio's. Op deze manier wil de GGD Zuid-Holland-Zuid de stakingsdruk in andere regio's iets wegnemen. Particulier ambulancepersoneel staakt daar namelijk voor een lagere pensioengerechtigde leeftijd. In de regio Zuid-Holland-Zuid zijn geen particuliere ambulancediensten werkzaam. Volgens de GGD hebben de extra ritten geen invloed gehad op de hulpverlening in deze regio. Misschien is het u ontgaan omdat u lag te slapen, maar er was vannacht een bijzonder hemels schouwspel waar te nemen. Een sterrenregen doorkruiste namelijk onze dampkring en bovendien was de planeet Mars erg goed te zien. Belangstellenden konden gisteravond terecht bij sterrenwacht Mercurius. En wie een vallende ster wilde zien moest wel heel veel geluk hebben, want het weer werkte niet echt mee. Ondanks de voorbijglijdende bewolking was Mars goed te zien. De rode planeet staat uitzonderlijk dicht bij de aarde. En toch is er met het blote oog niet meer te zien dan een heldere rode stip in de lucht. Mars staat op 27 augustus het dichtst bij de aarde. De planeet is dan zo'n 55 miljoen kilometer bij ons vandaan. Mensen hebben vaak de meest wilde ideeën van hoe dat er dan uit moet zien door een telescoop. Maar ook door een telescoop blijft dat nog maar een heel klein schijfje. Maar net groot genoeg om wat details te kunnen zien. En op dit moment, als we Mars tussen de wolken door kunnen zien, als het eventjes wat opentrekt, dan zien we Mars en ook de Zuidpoolkap van Mars. Er kwamen vannacht zo'n 150 belangstellenden naar sterrenwacht Mercurius. En met de telescoop konden de bezoekers Mars van dichtbij bekijken. Op het moment dat ik hierboven kwam, nam net de bewolking toe. Maar we hebben hem toch een aantal keren gezien, zelfs door de lichte bewolking heen. Ik vind het wel heel apart om te zien. Ja, je weet niet waar je op moet rekenen, zo van Mars zien, ja, nou hoe ziet dat eruit? Maar ja, een oranje stip meer is het eigenlijk niet. Vallende sterren zijn stukken materiaal uit de ruimte die in de dampkring terechtkomen. Op aarde is dat te zien als een lichtend spoor. Het moet wel helder weer zijn om de vallende sterren goed te kunnen zien. En dat was vannacht dus niet het geval. Gelukkig heeft de sterrenwacht deze animatie, waarop tientallen sterren tegelijk naar beneden vallen. Maar wie geluk had, kon vannacht ook buiten af en toe een vallende ster zien. Ik stond met het publiek boven bij de kijker in de koepel. En de mensen die keken naar de maan en ik keek toevallig net omhoog. En ik zag 1 vallende ster. Dus. Heeft u een mooie wens gedaan? Ja, want het was mijn verjaardagscadeautje. Ik was jarig vandaag, dus dat is mooi meegenomen. De volgende keer dat Mars zo dicht bij de aarde staat is over 50.000 jaar. En dat zullen wij dus niet meer meemaken. Op vallende sterren hoeven we gelukkig minder lang te wachten. Ieder half jaar is er een sterrenregen. Het op 1 na grootste bluesfestival van Nederland, het Arrow Big Rivers Rhythm and Blues Festival in Dordrecht, wil volgend jaar de blueslegende John Mayall naar Dordrecht halen. Dit jaar moet het festival het nog met iets mindere namen stellen, maar volgens de organisatie staat er nog genoeg blues van uitstekende kwaliteit op het podium. Komende vrijdag wordt het 3-daagse evenement geopend. On the road, I watch my shadow. De blues. Muziek recht uit een verscheurd hart. Over verloren liefdes, het harde leven, ellende, maar ook de troost in de schoonheid van een gierende bluesgitaar. Langs de oevers van de rivieren en in de binnenstad van Dordrecht klinkt al voor de 6e maal de blues. Ralph de Jong opent vrijdag om 17:00 het festival op het Statenplein.
Ook dit jaar weer met grote namen, maar er blijft nog wat te wensen over. Er zijn bij mij nog zoveel bands die ik in mijn achterhoofd heb zitten, maar voor mij is John Mayall is het summum om ooit een keer gratis in Dordrecht neer te zetten. En daar heb je gewoon een goede sponsor voor nodig. Dat kan niet anders, want dat kan de horeca nooit trekken natuurlijk. Het festival is dit jaar ook zonder John Mayall groter dan ooit. In 1998 begon het evenement als het Rhythm and Blues Festival Dordrecht. Toen stond maar een klein podium op het Groot Hoofd. Nu staan bands onder andere op podia aan het Statenplein, Groot Hoofd, Merwekade, in de nieuwe locatie Club Merts aan de Tolbrugstraat en op het Scheffersplein. Op de locaties staan maar liefst 50 bands. Het festival is uitgegroeid tot het één na grootste bluesfestival van Nederland. Het grootste vindt plaats in het Limburgse Ospel. Inmiddels doen er 27 horecabedrijven mee, hebben we 16 podia en 50 optredens. En daar zijn we trots op. We hebben sinds 2001, namelijk via de evenementensubsidiepot, de mogelijkheid gekregen om dit festival te laten groeien. En daardoor eigenlijk heel de mooie binnenstad van Dordrecht mee te nemen in het plaatje. Want dat is de bedoeling, promotie van de stad, promotie van het uitgaansleven in Dordrecht. Then comes along my mind that tells me no. Evert Houtman en Ton Matser uit Dordrecht spelen ook op het festival. Dan in hun groepen de Brouwers Blues Band en Damn Dog Blues Band. Ton Matser is de nieuwe eigenaar van Kantje Boords. Zondagmiddag is de leiding even niet aanwezig. Die speelt dan buiten het café, de blues. De beide Dordtse muzici verwachten een mooi festival. Het is natuurlijk prachtig om op zo'n festival te spelen. En gewoon ziet dat de mensen een goede tijd hebben. En zeker als ze nog een keer applaudisseren als ze het leuk vinden. Ja, dat is toch heerlijk. Ik bedoel, daar doe je het er ook voor. En hoe is het voor jou om op zo'n festival te spelen? Ja, hartstikke goed natuurlijk. Kijk, het is zo groot geworden. En als je dan toch mee mag doen, dan is het gewoon heel erg leuk. Want je kan wel zeggen van nou, ga aan de kant staan te kijken. Maar dat is toch heel anders dan zelf meedoen. Mensen enthousiast zien te maken voor de blues, daar doe je het voor. Diverse bluesgrootheden doen de Dordtse podia aan. Zoals de Dordtse Battle of the Blues en Crusade and Friends met Marianne Noble. De traditionele gratis optredens zijn er nog steeds op het bluesfestival. Voor een aantal hoogtepunten, zoals het Billie Holiday Tribute en de Rolling Stones Tribute Band, de Stolen Roans, in het Dolhuis wordt wel entree geheven. De Dordtse podia zijn makkelijk te bereiken met gratis openbaar vervoer in het centrum. De citybus en een speciale bluesbus zorgen voor een goede verbinding. En zittend voor de blues zijn we aan het einde gekomen van het nieuws van woensdag 13 augustus. Hierna kunt u nog kijken naar De Waterbus en het programma In Gesprek Met. Daarin gaat Yvonne van den Berg van de Dordtse fractie van GroenLinks in op haar hoogtepunten uit het afgelopen politieke jaar. Dit alles in het kader van de reeks gesprekken met de Dordtse fractievoorzitters. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Handig zijn, denk ik. Want? Ja, ik denk als iedereen, u bedoelt dat het op zichzelf staat, dus helemaal verder zonder inmenging van anderen. Ja, het is een stapje op weg naar onafhankelijkheid. Ja, dat vind ik wel goed, wel heel belangrijk. Is het goed voor het land? Ja, denk ik wel. Als ze het zelf kunnen voor elkaar kunnen krijgen om het hoofd boven water te houden in het land, dat vind ik wel een hele goede zaak. En denkt u dat het nu lukt met de nieuwe premier? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat is natuurlijk, daar kan je wel gissen, maar dat zal de praktijk leren natuurlijk. Of dat werkelijk op die manier goed gaat. Ja, ik hoop van wel. Maar we weten het natuurlijk nooit. Als ze het willen, waarom niet? Zou het verstandig zijn voor Curaçao? Nou, ik denk voor de economie niet. Ik denk dat het beter is als er af en toe wat geld wordt ingepompt. Maar als ze het willen, waarom niet? Ja, waarom niet? Dan hoeven wij er misschien niet meer voor te zorgen. Dat is erg cru gezegd. Zeg je? Dat is erg cru gezegd.
Nee, maar dat is ook zo. Misschien dan al veel mensen dan daar blijven, niet hierin komen. Maar is het verstandig voor Curaçao zelf? Als ze dan goed bestuur hebben wel, maar goed, anders niet. Hebben ze dat nu, denkt u, met Anthony en Myrna Godet? Nee, dat hebben ze nou nog niet, nee. Nee. Ze hebben gewoon het geld niet om een eigen staat op te richten. Denkt u dat het er ooit van zou komen? Als ik de mentaliteit van de mensen daar... dan denk ik van niet, hoor. Nee, want? Ja, ze zijn zo corrupt als wat. Als je nou hoort wat er gisteravond op de tv gezegd werd over die nieuwe presidente, tussen haakjes. En dat die man zelf al een proces aan zijn broek heeft hangen wegens corruptieschandalen. Ja, dan denk ik dat zoiets nog niet lukt. We'll start in 10 minutes. On the playground. Wie een goede koers wil varen, komt nu naar Correct Marine op de Ceintuurbaan in Rotterdam. Daar vindt u alles op het gebied van navigatieapparatuur, fishfinders, 12 volt beeld- en geluidsapparatuur, energie en meer dan 200 kaarten, gidsen en boeken. Daarnaast geeft Correct ook opleidingen voor een behouden vaart. Kom langs bij Correct Marine op de Ceintuurbaan in Rotterdam. Want als Correct het niet heeft, vergeet het dan maar. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek met Dordtse fractievoorzitters. En vandaag aan tafel een nieuwe fractievoorzitter, althans u kent haar ongetwijfeld, Yvonne van den Berg van GroenLinks. Mevrouw van den Berg, welkom hier aan tafel. Dankjewel. We gaan beginnen met de foto, dat doen we iedere aflevering. Heeft u een foto bij? Of iets ja, anders? Die heb ik. Ja. Alsjeblieft. Een hele speciale foto, het is geen Dordtstafereel. Nee, dat klopt. Het is Sanaa in Jemen. En daar ben ik in 1995 op vakantie geweest. Maar het staat voor mij meer voor het kennismaken met andere culturen en andere levens. Waardoor je afstand kan nemen van waar je heel het jaar in Nederland mee bezig bent. Maar je kan het er ook door relativeren. Problemen die wij hier hebben, die hebben ze daar helemaal niet. Ze hebben daar hele andere problemen. Ja, als u terugkomt, heeft dat weer invloed op uw politieke carrière? Ja, op alles eigenlijk. Op hoe je in het leven staat. En dat heeft ook met je werk te maken, maar ook met de politiek. Ja. Het leert je relativeren. Wat heeft Jemen u aangetrokken? Vooral de plaatjes. Ze hebben daar een bijzondere architectuur. Ja, dat zien we hier ook. Hè? Wat, ja. Wat heeft u gefotografeerd? Want de foto is van uzelf. Heeft u zelf gemaakt? Nee, dit ben ik. Ik sta toevallig op die foto, maar ja. Daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat meer om de architectuur die je erop ziet. Het zijn flats die al heel lang geleden gebouwd werden. Mm-hmm. En dat is op zich wel heel bijzonder. Je ziet ze voor de rest nergens in de wereld op deze wijze. Als u een architect zou kunnen vinden en u zegt van dit moet in Dordrecht komen te staan, waar zou u het plaatsen? Een architect? Ja of nee, of dat het gebouw zeg maar verplaatst kan worden naar Dordrecht. Waar zou het volgens u het beste passen? Of past het helemaal niet in deze stad? Nee, ik vind het niet passend in Nederland, zeg maar. Nee. Je zou wel invloeden kunnen gebruiken,
Maar om zeg echt maar zo die, die, dat te verplaatsen, dat zou ik niet... Niet in de buurt van Sterrenburg of Crispijn? Nee, of nee, nee. Past er niet in? Nee. Prima. Van Jemen naar de politiek, want daar bent u toch een beetje voor hier vanavond natuurlijk. Voor het eerst fractievoorzitter. Heeft nu vakantie. Hoe is het bevallen, de eerste periode? Ja, wisselend. Af en toe denk je van, jeetje, waar ben ik aan begonnen? Het is wel heel erg zwaar. Aan de andere kant ook leuk. Ja, het is ook wel een beetje wat ik ervan verwacht had. Ja, wat had u verwacht? Had u een beeld voor u begon? Ja, je hebt wel een bepaald beeld van wat je wil natuurlijk en wat je wil bereiken. Als het gaat over wat we bereikt hebben, dan vind ik dat tegenvallen. Dan is dat teleurstellend voor mij. Ja. Zeker als je nagaat hoeveel energie je erin stopt en hoeveel tijd het je kost. Wat ik er wel leuk aan vind, is dat je toch op verschillende manieren met toch belangrijke dingen in de stad bezig kunt zijn. En je kunt toch de politieke agenda wel mee bepalen. Ja, u zegt tegenvallers die er volgens u zijn geweest. Wat voor tegenvallers zijn dat? Kunt u specifieke voorbeelden noemen? Wat vond u een tegenvaller in de afgelopen periode? Nou, bijvoorbeeld Golf en Wonen. Je weet natuurlijk wel dat hoe het politiek ligt. En ik had niet verwacht dat er een collegepartij om zou gaan. Maar de manier waarop, de manier waarop het benaderd wordt vanuit collegepartijen, vind ik tegenvallen. Van, er is weinig ruimte om ook echt na te denken over wat je inbrengt. Dus dat vind ik erg jammer. En dat geldt voor Golf en Wonen, maar dat geldt ook wel voor andere onderwerpen. Volgens mij is politiek met argumenten elkaar bestoken. Ja. En dan af en toe dan denk je van, nou, misschien heb je wel gelijk. En je mening bijstellen. Maar nu zijn de posities erg betrokken, zeg maar, op een heleboel onderwerpen. En dat vind ik erg jammer. Ja, is er wel genoeg politiek bedreven? Want u zegt van ja, u heeft toch daar misschien minder... Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook, dat hoor ik dan meer terug van mensen die er al wat langer in zitten. Van dat er wat dat betreft wel meer politiek bedreven wordt dan in het verleden. Van dat er op die manier toch meer politiek bedreven wordt in het benaderen van andere partijen en ook proberen iets daar te veranderen. Ook proberen met argumenten een verhaal anders neer te zetten. Voelt u zich al een beetje thuis in de politiek? Want ik hoor in andere afleveringen van dit programma dat bijvoorbeeld Henk Mostert helemaal geen vrouwen wil in de raad. Daar heb ik helemaal geen last van. Ik voel me heel erg thuis. Ik moet zeggen dat als ik terugkijk, dan lijkt het een veel langere periode dan dat ruime jaar wat er nu voorbij is. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk wel de aanloop nog gehad naar de verkiezingen, omdat ik lijsttrekker was. Dus dan ben je eigenlijk ook al heel erg ermee bezig. Ja. Maar als ik terugkijk, dan moet ik zeggen dat ik... me al helemaal thuis voel en ook wel mijn draai heb gevonden in die politiek. Ja, heeft GroenLinks wat bereikt? Ja, nou ja, wat ik al zei, van dat vind ik wel een beetje tegenvallen wat we bereiken. Op zich, als het gaat om resultaten, daar heb je toch een meerderheid voor nodig. In die zin denk ik dat we niet echt veel bereikt hebben. Nee. Maar ja, dat is ook de meetlat die je zelf stelt, denk ik. Ik heb toch stiekem wel dat ik dat dan toch graag wil. Terwijl ik, als ik nuchter nadenk, wel weet dat er misschien niet in zit. Wel in de zin van de agenda bepalen, hebben we toch bres, huiswerk, klas. We hebben toch wat eenmalige uitkering, toch wat dingen... op de agenda gezet die voor heel veel mensen wel heel erg belangrijk zijn. Ja. Toch klinkt het wel een beetje mager, hè? U zegt van wat dingen op de agenda gezet, maar weinig bereikt.
Is het dan geen zonde van de energie geweest afgelopen jaar? Nou ja, dat zeg ik. Dat is een balans die je opmaakt. En dat doe ik nog niet na 1 jaar. Dat doe ik na 4 jaar. Ja, en het heeft te maken met je ambities. Als je nuchter kijkt, je weet van tevoren dat nou ja, we zijn in de oppositie terechtgekomen. En dan bepaal je niet de agenda. Dat is waar. En zolang de coalitiepartijen strikt vasthouden aan hun afspraken en er geen onderwerpen komen waarin zij denken van nou, misschien moet ik het wel eens van de andere kant bekijken of de situatie is erg veranderd, bijvoorbeeld sociale woningbouw. Nou, dat is bijvoorbeeld een onderwerp, ja, de situatie is helemaal anders, de economie is veranderd, we zijn bezig met herstructurering, dus heel veel mensen hebben een woning nodig in sociale woningbouw en die zijn er tekort. Ja, dus er is nog veel om aan te werken. Dat gaat u doen na de zomervakantie. Er zijn ook heel veel hoogtepunten geweest, heel veel dieptepunten geweest. Waar gaat u nu het eerst aan werken na het reces? Wat is volgens u het belangrijkste reces, punt? Inburgering. Dat is een onderwerp wat naar mijn idee nog te weinig aan de orde is geweest en op de juiste manier aan de orde is geweest. En nou, de inleiding is zeg maar de problematiek rond Bres. Dan merk je dat heel veel politici, het is natuurlijk iets wat een rijksbeleid is, toch niet goed weten hoe dat in elkaar steekt en wat voor gevolgen het heeft als Bres bijvoorbeeld niet meer zou bestaan. Dus ik vind het heel belangrijk dat we na het reces dat als onderwerp nemen en dan breder kijken dan alleen maar van wat Bres doet, maar überhaupt naar allochtonen, inburgering en dat soort zaken. Ja. U bent ook de wijk in geweest het afgelopen jaar? Ja. Bij de kiezers geweest? Ja. Hoe vaak heeft u dat gedaan? Nou, ik persoonlijk dat zou ik echt niet weten, maar Wij hebben wijken verdeeld zeg maar in de fractie en wij gaan altijd naar in ieder geval naar het wijkoverleg en we proberen ook altijd aanwezig te zijn als er iets is in een wijk, als foyer de jeunesse wordt geopend, dat er dan iemand van ons is en ja, dat soort dingen proberen we wel altijd bij te wonen of als er een markt is of ja, om toch even de partij toch maar activiteiten wat op de kaart te zetten. Is dat nodig trouwens? Ja, dat is altijd nodig. Ja. Ja. Juist GroenLinks? Nou, misschien. Nee, weet ik niet. Ik vind dat voor elke partij nodig. Je moet sowieso naar de mensen toe laten zien waar je voor staat. En ook horen wat zij belangrijk vinden. Want het is heel belangrijk om te weten wat er speelt. En dat kan in Sterrenburg heel anders zijn dan in Crispijn. Dus, ja. Ja, verkiezingsthema dat was bij uw partij naar een nieuw evenwicht. Is dat evenwicht gevonden? Nee, wat ons betreft niet. Want als wij in het college hadden gezeten, dan hadden wij andere keuzes gemaakt. Ja. Want het gaat natuurlijk om evenwicht tussen bouw je wel in de polder of niet. Tussen arm en rijk, tussen de verdeling van kennis en macht. Dat soort idealen, daar gaat het om dat goed verdeeld wordt. Ja. En wij zouden wel andere keuzes gemaakt hebben als wij in het college zaten. Ja. Gaat u het evenwicht nog vinden dan, de komende jaren? Nou, het is in ieder geval mijn richtsnoer, wat ik altijd zal gebruiken om te kijken van, om zeg maar nieuwe voorstellen te beoordelen. Ja. De politiek, nog even naar de tegenstander toe. Heeft u een politieke tegenstander waar u het afgelopen jaar zich aan geërgerd heeft, waar u misschien een conflict mee heeft gehad? Nou, dat weet ik niet. Niet echt een persoon. Er komt niemand in u op gelijk? Een politieke tegenstander? Ja. Nou ja, misschien de heer Bos, bedoel je nee, dat? Nee, dat is gewoon een algemene vraag. Maar als het om ideeën gaat, ja, dan is dat iemand die ideeën heeft waar ik niks mee kan, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld vrouwen in de politiek. Dat, ja.
Dat is een item wat in zijn partij gevoelig ligt, zou ik maar zeggen. Zij vinden dat vrouwen daar niet in thuis horen. Daar denk ik natuurlijk heel anders over. Dus wat dat betreft zijn er wel tegenstellingen, ja. Heeft u met hem erover gehad of niet? Bij het aantreden van het college heb ik er iets over gezegd. En ik zeg er zo tussendoor ook wel eens wat van. Zoals? Nou ja, ik bedoel, op zich heeft het niet veel zin om elke keer hetzelfde te zeggen. Dus als er een aanleiding toe is, dan tuurlijk. Bent u verliefd op de stad? Verliefd zou ik, zo zou ik het niet noemen, maar ik hou wel van de stad. Wat is het verschil dan? Met verliefd, maar wel houden van? U was in het begin verliefd, maar nu houdt u van de stad? Of? Nou, nee, vroeger hield ik van de mensen in de stad en ik ben ook steeds meer van de stenen in de stad gaan houden. De stenen in de stad? Ja, hoe Dordrecht eruit ziet. Vind je vreemd? Ja, nee, maar omdat je echt specifiek stenen zegt. Ik heb misschien gebouwen of de... Nou ja, ik bedoel de harde kant, de fysieke kant van de stad, die, daar ben ik ook van gaan houden. En verliefd, dat heeft voor mij iets heftigs, maar voorbijgaans. En... houden van is iets wat dieper zit en zo is mijn relatie met Dordrecht. Ja, en u zei ook van, ik hield eerst van de mensen. Is dat veranderd of houdt nog steeds van de Dordtenaren? Ik hou er nog steeds van, alleen het is uitgebreid, zeg maar. Van, vroeger vond ik Dordrecht fysiek geen mooie stad. Tuurlijk had het mooie plekken, dat heeft het nog steeds. Maar ik vind dat Dordrecht als stad steeds mooier wordt en... je krijgt steeds meer geschiedenis met die stad. Ik ben geboren en getogen Dordtenaar. Ja. En daardoor ga je ook steeds meer van die allerlei verschillende plekken houden in de stad. Wat is je mooiste plekje in de stad? Aan het water. Maar dan aan de overkant van de pont met Zwijndrecht. En waar staan we zeg dan? Zeg maar Blauwpoortsplein. Ja, Blauwpoortsplein, waar die grote brandweerboot ligt. Ja, dat bent u ook vaak te vinden, of niet? Dat u een bankje gaat zitten en even toch daarvan gaat genieten? Laatste tijd wat minder, maar dat was wel altijd mijn favoriete plek, ja. Ja. We gaan afronden. Heeft u nog iets wat u wilt toevoegen aan het gesprek? Iets waar u toch even uw hart over wilt luchten? Nee. Of vakantie gaan vieren? Ja, precies. Gaat u doen trouwens, op vakantie? Ik ga naar Zuid-Spanje, ik ga naar Andalusië. Ja, nou, prettige vakantie. Tot ziens. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van In Gesprek met fractievoorzitters van Dordtse Politiek. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Zonder van de...